Harlingen. Harlingen. Oké, we gaan in Harlingen, dus op de veerboot naar het eiland. Met een mand, die liggen hier achterin. We zijn goed voorbereid. We rijden nu over het Groningse platteland. Misschien weten jullie het niet, maar Pieterburen ligt helemaal in het noorden van Groningen. Ongeveer 10 kilometer van de kust, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt ongeveer. Ja. Je kan zelfs, als je hier naar rechts kijkt, dan zie je al de eerste zeedijk achter de huizen liggen. Dus zo dicht zitten we ook wel weer bij de Waddenzee. Dus achter dat huis is dus de zee. Ik vroeg me eigenlijk af, die zeehond die daar ligt, ligt hij daar nu helemaal in zijn uppie? Ja, die ligt daar in zijn uppie. Hij is vanmorgen gevonden door een wandelaar, maar die moest helaas de boot weer halen. Wij gaan zo meteen de eerste hulp verlenen. De medewerker van Staatsbosbeheer die is alleen ter plaatse om te zorgen dat mensen even op afstand blijven, want dat is heel belangrijk. Zeehonden die kunnen heel snel gestrest raken, dus op die manier bewaren we de rust voor het dier even. En hij houdt de toestand in de gaten. Mocht dat verslechteren of er is iets met het dier, dan neemt hij direct met mij contact op. Wat voor merk heeft hij in de achterflap? Kan je dat zien? We zijn even langs de weg gestopt omdat Arnoud een telefoontje kreeg van iemand die weer een zeehond heeft gevonden. Geel ook. Dus zo zie je maar dat er echt de hele tijd dingen gebeurt. Goedemiddag, zeehondencrash Pieterburen. Ja, dank u. We worden nu opgehaald door een auto van Staatsbosbeheer en daarmee rijden we helemaal naar het uiterste puntje van Schiermonnikoog. Dat heet de Bosplaat en het is ongeveer 20, 25 kilometer hier vandaan. En het is die kant op. Nou, we hebben net de eerste opgehaald. We hebben onderweg weer één gevonden, dus die nemen we ook mee. We hebben alleen geen manden, dus hij gaat gewoon los in de auto, zoals jullie straks gaan zien. Ja? We staan nu eventjes rustig op een parkeerplaats. We gaan nu de eerste hulp toedienen. Dat wil zeggen dat we ze even wat ORS gaan geven. Dat is een mengsel van zouten en suikers, mineralen. Zodat ze weer even op kracht kunnen komen en zodat ze weer even wat vocht kunnen krijgen. Want vaak zijn deze dieren echt helemaal uitgedroogd. Dat ze al heel lang op het strand liggen. Okay, Arnoud trekt hiervoor handschoenen aan. Waarom is dat nodig? Nou, de beesten die hebben wat bloed bij de bek en bij de achterflappen. En we willen natuurlijk niet dat we dingen overbrengen naar de andere zeehonders. Per dier trek ik even andere handschoenen. Ja. En wat ligt hier allemaal voor moois in? Nou, we hebben verschillende dingen bij ons. We hebben scharen, hè, voor het geval dat een dier vastzit in visnetten. Oh, ja, inderdaad. We hebben wat spuitjes bij ons voor als een dier andere medicatie toegediend moet krijgen. Mm-hmm. Er ligt NaCl bij om wondjes schoon te maken. Een thermometer. Dus van alles wat hebben we bij ons. Dat is
ook een hele lange buis. Gaat die ook echt helemaal naar de maag toe? Nee, of, die gaat er niet helemaal in hoor. Okay. Nee, ik denk dat die nog geen eens halverwege erin gaat. Oh, maar wel zijn slokdarm in. Wel zijn slokdarm in. Ja. En heel veel mensen denken van, zo'n dikke buis, hè, maar op zich valt het wel mee. En als je ziet wat voor vissen een zeehond eet, dan is dit een eitje. Oh ja, inderdaad. Ja. Oh, want een zeehond die slikt een vis in één keer door. Ja. Oké. Nou, dan valt dit inderdaad heel erg mee. Oké, Arnold heeft hem nu uitgehaald. En daar gaat het rechter dan. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Ben jij er klaar voor? Ik ben er ook klaar. Oké. Pak maar aan. Oh, moet ik hem meteen aannemen? Oké. Oh, op die manier. Oké. Gotcha. Ja. Oké, zo die zit. Dan gaan we weer even dit proberen. Oké, gewoon het hele flesje. Ja hoor. Kan je mij de vaseline even aangeven? Dat is de witte tube. Lekker, ja. Waar gebruik je dit voor? Mag je op mijn vinger doen? Zoiets? Ja, perfect. Okay. Dit smeren we op het neusje van de zeehond. Deze krijgt nu vaseline op zijn neus. Is dat ook tegen de uitdroging? Ja, er zitten heel veel scheurtjes in de neus. Ja. En op deze manier ademt hij even wat prettiger. En waar zijn die oogdruppels voor bedoeld? Op dit moment zijn de ogen van de zeehond heel erg vies. Ja. En dat knippert niet lekker. Hij heeft ook hele droge ogen, dat zien we vaker bij longwormpatiënten. Dit is een zoutoplossing. Dat zou bij mensen absoluut niet fijn voelen. Ja. En zeehonden die kunnen het prima hebben, want die zwemmen natuurlijk ook met hun ogen open in zee. Ja. Zo. Want normaal blijven hun ogen dus nat doordat ze in de zee zwemmen, toch? En je kan bij deze zeehond ook zien, die heeft hele gekrulde snorharen. Oh ja. En dat is echt een teken van uitdroging. Ja. We gaan hem nu weer snel terug in zijn mandje doen. Oké. Deze is klaar. We staan op het punt om weer terug naar de boot te gaan. Weer terug naar het vasteland. Onze missie is geslaagd. We hebben 3 zeehonden op kunnen halen. Eentje was er heel ernstig aan toe. Die had echt ontzettend veel bloed rond de bek. Maar hopelijk komt ze er weer bovenop. Er liggen 3 zeehonden achterin. We hebben 3 matjes kunnen vinden. Arnoud, hoe vind jij dat het is gegaan? Ja, het was een mooie snelle actie. Ja. De samenwerking op het eiland ging goed en dieren netjes verzorgd. Ja. Dus het is nu zaak om snel naar Pieterburen te gaan en daar staat de dierenarts op ons te wachten. Ja, precies. We zijn er dus nog niet helemaal. Het is nog maar de vraag of ze er bovenop gaan komen. Vooral die ene die heel veel bloed rond het dak had. Maar dat bleek heel erg oppervlakkig te zijn, dus ik heb goede hoop. Als jullie willen zien hoe de dieren verzorgd worden straks, kunnen jullie je abonneren op dit kanaal. En dan zien we in de volgende vlog hoe dat er allemaal aan toe gaat. De Pieterburen achter de schermen. Tot dan! Tot de volgende keer!